Yo, Kees van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van When Ski Lives Go Wrong. En wat de heck is this? I don't know. Maar wat is nou precies de goal? Get two riders past the lane. Oké. Okay. Oh, dus gaan we dus de ski lift en de motorrijder. Ja. Dus eigenlijk wil ik jou gewoon hier naar boven hebben. Dus eigenlijk zo, kan dat? Wat ik nou eigenlijk wil. Oh, ben ik nou echt een oneindig iets begonnen. Kan ook heel goed. Even zien, doe het even zo. Dus even zien. Zou dit gaan wat ik wil? That being the question. Op. Nee, dus die boom moet ook zo weg. Oké, laat het idee maar eventjes. Vind ik dan een goed idee om deze hier gewoon lekker hieronder op te gaan vangen. Dus eigenlijk zo. En dan hierboven die skilift. Eigenlijk een beetje op deze manier. Een driehoek is natuurlijk de stevigste constructie die er is. Daar kan het ook heel mooi zo. Ja, net niet. Misschien zo. En dan hier een touwtje aan vasthangen. En dan gaat het dus nooit passen. Dat kan ik nu alvast vertellen. Dan doen we deze even een stukje hoger. Screw the costs. Want dit is alles wat toch duurder. Dus dan vraag je maar 3 euro extra per dag. Om hiervan gebruik te mogen maken. Mensen werken het toch niet meer. Alles wordt duurder. Kijk, daar kon wat vallen. Dus ik dacht, kijk eventjes wat er nou mis is. Dus kan ik hier mooi zo doen. Die wil wat misgaan. Altijd een backup plan. Perfecte Mentos. Deze gaat dus goed. Deze dag naar beneden laten gaan. Oké. Okay. Dus als ik deze nou even goed netjes krijg, zo. Dan zou deze goed moeten gaan. Nou, ik twijfel als dit heel goedkoop gaat worden. En een hele lekkere voice crack. Echt, holy shit. Het zat al zoveel zo van vandaag. Oké, okay, laat ik alles hier zo vastzetten. Hé, hey, ik zie niet dat je omhoog mocht. Ik zie dat je daar naartoe moest. Kijk, dan breekt deze al een klein beetje af. Dan komt dat hier natuurlijk nog geen grip op staat. En dan werkt het natuurlijk niet. Deze mooi zo zetten. Deze heel prachtig zo. En dan. Hoppa. Het bordje maakt natuurlijk niet doorheen, hè. Had ik ook echt totaal niet anders verwacht.
hier nog uit elkaar valt. Valt hij daarachter ook uit elkaar? Aan de ene kant heb ik te veel druk. Dan valt alles gewoon uit elkaar. Zo. En dan een paar stukjes zo bouwen. Dan bouwen we een heel klein stukje die kant nog op. En moet hier nog ergens vastzitten. En dan zit hij natuurlijk nu nog niet. Nou hangen, uiteraard niet. Nog eventjes iets verder naar beneden. Dan zou ik een heel eind moeten komen. Even zien, tik, tik, tik. Niet helemaal vlekkeloos. Eerlijk is eerlijk. Hier moet nog wat bij komen. Wat extra kosten. Dat is bijna zo hoe die hoort te gaan. Alleen hier binnen, in het midden denk, hangt hier nog net iets te veel door. Dus eigenlijk nog een beetje misgaat. Dat ik dit dan iets netter maak. Dan zou dit heel netjes moeten uitkomen. Even kijken. Kijk eens. Eén ding vergeten. Natuurlijk van iets hoger af. Dat ik mijn eerste klap hier even kan opvangen. Daar heb ik achter geen last van. Even zo. Zo voorzichtig mogelijk. Nou, dat was iets niet heel erg voorzichtig. Die ook niet. Dat kan ook echt gewoon never nooit niet goed gaan. Want dat daar buiten. Moet je nou iets meer stevigheid hebben? Or maybe not. Oké, dat houdt hij dus bijna. Maar waar gaat hij nou precies mis? Ik kan wel zeggen dat hij gewoon te hard gaat. Nou, dat niet goed het gewicht kan verdelen. Dat kan nog serieus een reden zijn. Of dat de motorrijder gewoon te zwaar is. Dat moet afvallen. Nou, hier mist gewoon nog iets. En dat veroorzaakt het hele probleem. Zo. Zo. En boom. That blood on the moor. Wat blood on the moor. Ido, that sounds kind of weird. I am not wrong. Deze constructie het niet meer uithoudt, dan weet ik het ook niet meer. Oh, bijna. Maar iets meer snelheid had en iets meer achterover had geleund. Dan was hij echt gewoon perfect. Ik moet even iets voorzichtiger. En... ja, heel iets zo. Even gas geven. Did it. Laten we hier maar niet verder over hebben. En die had het niet ook als het goed is. Oeh, next level. Oh, we hebben zo'n windblazer.
Oh, ik kan ook replay bekijken. Waarom wist ik dat gewoon niet? Dat was altijd al kom. Wait a minute, dit kan nog wat veel minder. Hij gaat hier toch naar beneden. Nou, nevermind. Ga gewoon door dat volgende level. Oh, dat is al een hele nieuwe wereld. Wow. Dit was fast. What's that? No, not that bad. Wacht, wat gebeurt er als ik dit doe? Maar dan draait mijn camera ook meteen mooi mee. Dan draait ik ook weer terug. Ah, that's interesting. Eens even zien. We moeten hier dus heel mooi omhoog. Hier kan ik alvast omhoog laten gaan. Toch maar zo gaan beginnen. Zo. Nou, dat is toch wel hier nog een heel klein ondersteuning nodig heeft. Gaat hier echt never nog niet goed. Wat? Wat de heck? Ja, het is gewoon te stijl. Of moet hij nou gewoon eerder de lucht in? I don't get it. Wat gaat hier nou mis? Of schommelt hij hier gewoon iets te hard? Bungee of iets. Maar hoe wil je dit dan nog gaan oplossen? Hoe wil je dit serieus nou gaan oplossen? Nou, in ieder geval niet zo. Kijk, dat mag dus niet. Wat mis ik hier dan? Ga ik misschien te snel omhoog? Oh wacht, misschien weet ik het. Ik heb wel een idee. Deze gewoon even laten. Deze halen we weg. Ook gewoon kunnen doen. Laten we dit gewoon eens proberen. Als dit de oplossing is. Het kan wel een soort van oplossing zijn. Van het hele probleem. You will never know. Hop. Hop. En hop. Een paar pijlen naar de grond. Zo, zo, zo. Nou, pak ik dit. Ja, zou die nou wel goed gaan dan?
Dus dat verwachten die dus. Nou, dat is goed om te weten. Dan weet ik dat nu. En dan is gewoon even dit afbouwen. En dan is dit level opgehaald. Op het budget na dan. Eens even zien. Doe dit zo, zo. Zo, zo, zo. Even zo een keertje. Dus gaat het nou nooit passen. Flauw idee is het trouwens goed is hoor. Ik heb niet echt gewoon maar iets gedaan. Wow. Dat is krak. Ik moet even iets sneller zetten. Waarom laat je nu niet random los? Zo net deed het niet. A problem. For the future. Dan gaan we de driehoeken gewoon iets kleiner maken. Hoeveel? 1. Yay, level gehaald. Maar hier ben ik deze aflevering afsluiten. Laat even een like achter, kun je niet abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.